zoals je ziet ben ik nu niet thuis en ik ben ook niet alleen. Ik ben met Maaike en misschien komt haar gezicht niet zo heel erg bekend voor. Maar daarnaast is wel, want Maaike die doet op mijn blog de nail art stukjes elke zondag. Nee, om de zondag. En we hadden het idee om de blindfold challenge te gaan doen. Dus ik ga haar geblinddoekt opmaken en zij gaat mij geblinddoekt opmaken. Het filmpje dat zij mij opmaakt, dat komt nog. Dat laat ik volgende week zien en dat komt op haar kanaal. Wat is je YouTube kanaal? Entirely Nails NL. Entirely Nails NL. Ik zal het linkje hieronder erbij zitten. Als je daar even abonneert, dan zie je de video volgende week automatisch ook. Dus laten we beginnen. Oh god. Ik ga gelijk in. Dus? Ik voel er waar je gezicht is. Dit is je mond. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik toch uit zo. Nee, doe maar niet. Oké, okay, wil je mijn foundation aangeven? Heb je foundation? Oké. Okay. Oh ja, deze heb ik ook. Oh, drama. Oh, dit is echt niet chill. Dit is erger dan je denkt. Oh, je gaat me echt niet mishandelen of zo, hè? Nee, ik ben lief. Ik doe het heel aardig. Oh my god, het is zo nat! Kun je iets dichterbij komen zitten? Oké, een beetje. Ja, top. Oh, voor zo is echt heel veel. Nee. Ik geef gelijk een beetje gezicht maar staan. Zit er wel op te pikken, joh. Dat is goed. Oké, okay, wat wil je? Dat je iets van poeder is om het af te poederen en dan blush ook. Ja. Dan moet ik even zoeken. En dit is gewoon een huidskleurig poeder? Een witte. Een witte? Ja, van het translucent. Dat ja. Oh, sorry. Het is echt heel gevaarlijk. Maar dit is omdat je het niet ziet. Is het gewoon veel moeilijker? Oké. Okay. Daar gaan jullie van lachen. Blush. Dit vind ik wel mooi. Oh, moet je wel zelf kwastelen. Ik heb geen handen. Oh, dit is hier een masker. Oh, dat voel je aan mijn bed. Andere kant. Daar ja. Oké. Oh god. Ik kan me echt gewoon een Barbie voelen. Oké. Okay. Nee, dat is het glas. Misschien is het een beter plan als je daar doet. Dan ben ik niet zo vol. Ik heb het nu wel goed. Oh, okay. wow, ja. Yeah. Oké. Okay. Oh my god. Oké. Okay. Je mag het dus straks weer afhalen hoor. Oh, phew. Okay. Ik heb nog niet eens de oogschaduw gedaan. Moet je nagaan. Oogschaduw. Ja, ik wil een zomerse look maken. Dus je wilt kleurtjes? Ja. Wat zijn er nu voor kleurtjes? Dit is alles groen en oranje. Oh ja, dat wil en ik. En blauw. Ja, ja. Oké. Okay. Maar welke wil je? Dat is de deksel. Oké. Okay. Dit kastje, ja. Wacht, ja, oké. Okay. Dat is echt een knalgroen. Dat weet ik. Dat heb ik op gevoel goed gedaan. Ook een dikke doen, mevrouw. Ja, graag. Op een stokje zitten. Dit is van je oog. Oké. Okay. Oh, dit is zo moeilijk. Je moet dit echt, mensen moeten dit niet onderschatten. Dat deed ik dus wel. Ik dacht echt, oh, dit kan toch niet zo moeilijk zijn meer. Je voelt gewoon helemaal niet waar iets zit. Oh, man. En alle technieken en zo. En nu al, ik weet niet meer in welke kleur ik heb gezeten. Wel, ik zou een beetje helpen. Oh ja, tuurlijk. Blenden. De blending kwast. Nee, dat is verkeerd. Die moet je doen. De blending kwast. Oké. Okay. Voor mijn gezicht. Oh, oh god. Dit is je mijn verhaal. Ja. Kun je iets dichtbij komen? Ja, thanks. Oké, okay, dus jij doet nu nog niks op. Ik ga hem nu iets opdoen. Ik dacht het leuke blauws. Okay, die gaan we aanbrengen in haar kaderboog. Dat hoop je, denk ik. Oké, okay, ik denk dat het goed is. Eyeliner. Oh jeetje. Oh, dat wil je een gel liner of een... Ja, doe maar. Dat is het, als ik in je ogen klik, dan is gel liner niet zo pijnlijk. Ik heb een kwastje. Is het Catrice? Ja. Ik moet toch goed te doen! Ik moet echt eigenlijk huilen gewoon. Waar komen? Dank je. Oké. Oh,
Oh, dat is moeilijk. Oké, waar zit ik nu? Dat weet ik niet. Mijn oog. Oh, ik zit wel op je oog. Ik gok iets te hoog. Oh. Oké, dit is echt heel erg mislukt. Dat is jammer. Andere oog. Oh, ben je klaar? Oh, oké. Ja. Okay. Is het niet? Ja, jawel. Prima. Nieuwe trend of zo. Oh, help. Oké, dus het jou daarna klaar. En nu gaan we het afmaken met mascara. Welke is het? Rimmel. Je bent echt ziek, hè? Oh ja, tuurlijk. Ja. Even het knuffelknuddeltje eraf halen. Oké, hou je oog maar dicht. Ja, dat was wel van plan. Oké. Oh nee. Dat voelde niet goed. Het is echt een verschrikking. Ik ben benieuwd hoe jij bij mij gaat doen. Oh. Zelf oog of andere oog? Ja, andere oog. Oké. Wees nu klaar, denk ik. Ja. Dit zijn wimpers. Oké, je lippen. Rood of roos? Rood. Oké, lippen gaan wel lukken, denk ik. Wat merk? MAC. Nee. Nissens. Ja. Nou ja. Oké, hoe is die gebruik? Oh. Dit voelt niet goed. Oh my. Ik wil niet weten wie eruit ziet gewoon. Oh, ik ook niet. Dat werkt. En hij is een boy. Ja. Oké, dan is het af. Ga ik nu kijken. Niet lachen. De blush valt nog best mee. Ja, het zit allemaal oogschaduw over in. Dus ja, dat is minder. Oh, en die foundation vlekken. Oh. Ja, bij deze, bij dit oog, heb ik mascara in mijn wenkbrauw gedaan. Niet op mijn wimper. Jongens, dit is mijn creatie. Het is super mooi. Oké. Okay. Nou, jongens, ik ben weer. Ik kan weer zien. En wat ik nu zie is niet heel mooi. Ik vond het echt heel erg moeilijk. Het is moeilijker dan dat je denkt. Want je hebt gewoon echt geen flauw benul hoe alles nou precies zit en zo. En nou ja, ik vond het echt heel moeilijk. Wel heel leuk. En nou ja, nu ben ik aan de beurt. En volgende week zien jullie het resultaat. Dus tot volgende week. Doeg!